Vandaag maak ik een overschotel met vis of een fish pie. We hebben hier redelijk veel ingrediënten voor nodig. We beginnen met bladerdeeg, prei, bruine kastanje champignons, bouquet garni, een stuk venkel, enkele eitjes, verschillende soorten vis, wat venusschelpjes, we hebben schelvishaasje, wijting, een glaasje ricard en wat dragon. Ik ga beginnen met een visbouillon te maken om onze vis in te pocheren. Dat doen we door 1 liter water op te zetten met 2 visbouillonblokjes en 1 glaasje ricard eraan toe te voegen. Daar komt onze bouquet garni bij en dat laten we zachtjes opkoken. Ondertussen ga ik de vis in kleine stukjes snijden. De schelvis mag in stukken en de wijting, daar ga ik eerst het binnenste gedeelte nog uitsnijden, want daar zitten heel vaak nog graatjes in. Ook de wijting in grove grote stukken. Niet te klein, anders gaat de vis helemaal stuk koken. Onze calamares ga ik ook in ringen snijden. Al de vis mag samen bij elkaar. En dan ga ik onze groentemengeling maken. Die bestaat uit prei, die we natuurlijk eerst even gaan spoelen. Daarna in fijne stukken snijden. En de prei mag allemaal in een kom samen met de venkel. Het loof gaat van de venkel, het hartje gaat er ook uit en dan wordt die ook in fijne plakjes gesnipperd. Ook de bruine kastanje champignons in fijne stukjes. Als ons bouillonnetje gekookt heeft, gaan we hem ietsje stiller zetten en dan gaan we onze vis daarin laten pocheren. Ik pluk wat dragonblaadjes. Die gaan we gebruiken om onze groentjes bij te kruiden. En onze groenten stoven eerst aan in wat gesmolten boter. Goed kruiden met peper en zout. En die gaan we gewoon heel eventjes knapperig opbakken. Klein beetje dragon erbij. Onze venusschelpjes die gaan we eventjes spoelen onder koud water en die gaan we dan gewoon in een pan klein beetje laten garen dat die gewoon open gaan. Goed kruiden met peper en zout. Ik ga er ook een heel klein beetje van onze bouillon aan toevoegen en dat zetten we op een heet vuur. Op het moment dat de schelpjes open gaan, gaan we ze meteen van het vuur halen. De groentjes die zijn krokant gebakken, die mogen in een ovenschaal. Onze vis is ook gaar gepocheerd, die schikken we op de groenten. Verdeel het mooi dat de vis mooi verspreid is. En de bouillon waarin dat de vis gegaard is, die gaan we gebruiken om onze saus te maken. De schelpjes gaan open. Het vocht van de schelpjes voeg ik toe aan ons bouillonvocht. En dan gaan we een roux maken. 30 gram boter laten smelten met 60 gram bloem. En als die roux mooi droog is, gaan we daar ons vocht aan toevoegen. Goed blijven roeren dat er geen klonters in zitten. En als ze een mooi gebonden saus hebben, dan gaan we die nog bijkruiden met peper en zout. Het bladerdeeg had ik in de koelkast gelegd, zodat dat mooi stevig blijft. De saus gieten we over de vis en over de groenten. En dan gaan we ons bladerdeeg over onze ovenschaal trekken. We bestrijken het met een losgeklopt eitje. En dat gaat nu de oven in. 30 minuutjes op een voorverwarmde oven van 180 graden, zodat het bladerdeeg mooi bruin krokant gebakken is. Door de stoom van de vis en de groentjes gaat het bladerdeeg mooi bol komen te staan. Het koekje scheppen we eraf. We doen wat vis en groentjes in een diebord. Zorg ervoor dat je van elke soort vis een stukje erin hebt
en daar serveren we het stukje bladerdeeg bij. Afwerken we nog een takje dragon en dan zijn we klaar. Fish pie. Het receptje kan je altijd nalezen op onze site, delijzen.be. Smakelijk!